Dit stukje zeewolf gaan we bereiden met chorizo en met een salsa van groentjes. We gaan beginnen met onze chorizo. En ik ga er uiteraard schoon blokjes voor snijden voor mee tussen mijn salsa van groentjes te doen. Maar ik ga van de rellen en dellen, zoals we zeggen, ga ik met olijfolie dat laten insmelten. En dan geeft het al een goede smaak. En daar ga ik dan mijn vis in bakken. Voilà, ik ga daar, voor mij zeg ik, schoon die salsa, dat blijft zichtbaar. Ik ga daar schoon vierkante blokjes van snijden. En ermee kan ik de zijkantjes gebruiken om uit te smelten in mijn olijfolie. We gaan een potje nemen. We gaan gewoon onze gesneden chorizo erin doen. Goede olijfolie. Altijd goede producten gebruiken. De vis is dat waard. En wij als mensen ook, vind ik. We zetten dat gewoon op een zacht vuurtje. Dat dat rustig kan wegsmelten. Zo'n beetje gelijk spek eigenlijk. Hè? Nu gaan we naar onze salsa kijken, naar de groentjes. En wat heb ik hier? Ik kan beginnen met de worteltjes. Ik heb hier de tomaatjes. Maar ik heb er al een paar tomaatjes gepeld. Wat heb ik hier nog liggen? Ik heb een courgette. Ik ga het de pel eraan laten. Maar dat wil zeggen dat ik hem dan wel eens eerst even moet wassen. Dat hem zeker goed proper is. Voilà. Een teentje look heb ik ook nodig. Wat gesnipperde ajuin. Ik doe altijd die buitenste pel van de ajuin eraf. Dat kan zo'n beetje droger zijn. Ik heb zo graag dat goeie sappige. En nu gaan we die groentjes schoon snijden, omdat die zichtbaar blijven. Ik ga beginnen met de ajuin. Tussentijd al eens even kijken. Ja, je ziet die olijfolie, die begint al de kleur te krijgen ook. Van die chorizo, het is daar echt lekker hoor. Voilà, ons worteltjes. Nu ga ik mijn courgette snijden. En dan nog zo ongeveer dezelfde grootte zoals de groentjes, onze chorizo. Voilà, al onze ingrediënten liggen klaar. Ga ik eens even kijken hoe ver dat met mijn olijfolie is hier om een vis in te bakken. En je ziet, dat is, ja, dat is oké. We gaan een potje opzetten. Een beetje olijfolie er ook in. We zijn vertrokken met olijfolie. Dan moeten we ook blijven voortgaan in die gedachte. Maar je ziet, die olijfolie is warm. Ik ga mijn worteltjes en mijn ajuintjes, die laat ik al vertrekken. Ik ga al een beetje kruiden. Teentje look erbij. Voilà, die groentjes zijn al goed vertrokken. Dus nu de moment om onze chorizo erbij te doen. Voilà, en nu ons courgettes.
gaan een rozemarijn toevoegen. Altijd zorgen als je kruiden gebruikt, dat de kruiden de vis moeten begeleiden en niet andersom. Ik ga nu een klein beetje visbouillon toevoegen, die van de koppen en van de graten getrokken is eigenlijk, met een beetje witte wijn en wat groentjes. En je ziet, dat komt mooi in gelatine, omdat de graten eigenlijk gelatine bevatten. Dus ik kan daar een paar lepeltjes van bij doen. En een klein beetje wijn voor de, tegenwoordig noemen ze dat, voor de frisse zuren. En zo net onder. Dus het is niet de bedoeling dat we er soep van maken, maar dat dat zo net onder staat. En stilletjes aan uitdampen. En dat is een perfect sausje voor bij onze vis. Ik ga mijn visje kruiden. Het is de bedoeling dat we onze vis gaan bakken in onze olijfolie waar onze chorizo in gemarineerd is. Dus dat doe ik nu. Je ziet al aan de kleur dat die alles heeft afgegeven. En al die kruiden die uiteindelijk in die chorizo zitten, die gaan nu ook mee rond de vis komen. Ik begin altijd met de vis te bakken op de velkant, daar waar het vet zit eigenlijk. We gaan ons visje even kleuren langs beide kanten. En dan ga ik die even een minuutje of vijf in de oven steken. Wat je ziet, dat is nou schoon en dikke vis. En als we dat helemaal in ons pannetje moeten bakken, dan zou dat toch geforceerd gaan. Je weet, in een goede keuken mag er niks verloren gaan. Deze dingen die ga ik zelfs mee in de oven steken en laten drogen. En daarna kunnen we die fijn malen voor ook nog op ons gerechtje te strooien. Ik ga er nu een minuutje of vijf op een 200 graden in de oven steken. Ik ga er ook die stukjes chorizo bij steken. In de tussentijd ga ik hier heel fijne schelletjes van snijden. En dan ga ik die ook even bakken. En dat zo bijna gelijk chips wordt om dan bovenop mijn vis te leggen. Ik heb nog een beetje van die chorizo-olie over. Dus gewoon die fijne schelletjes gewoon erin leggen en langs twee kanten bakken en dat is oké. Als je ziet, we zijn die gewoon schoon aan het krokant bakken. Het vet loopt eruit en het krokante blijft dan over. En dat is zo precies gelijk een aardappelchips eigenlijk. Voilà. Ons garnituur is klaar. Onze salsa van groentjes. Maar de tomaatjes moeten er nog bij. We moeten voorzichtig door elkaar zitten, dat we die tomaten niet pletten. Je weet, ik ben voorstander van groenten. Er moet goed groente gegeten worden. Dus we pakken een schoon groot bord. Dat is het voordeel altijd bij zo'n gerecht. Dat je hebt eigenlijk je groente en je hebt ook in ene keer je saus. Je moet nog niet apart nog iets maken of zo. En het is ook niet te zwaar.
Er zitten geen roomtoestanden bij of zo. Voilà, en nu ons stukje vis al klaar zijn. Dat wit dat eruit komt, dat is eiwit. Dat is teken dat de vis klaar is. En nu ga ik het afwerken met mijn chips. Oh, dat is echt krakend, zoals een aardappelchip. En voilà, ik denk dat we van onze zeewolf geen boze wolf, maar een lekkere wolf gemaakt hebben. Nog een beetje van die gedroogde chorizo er rond. Voilà, ons gerechtje is klaar.